Mijn naam is Doa, ik ben 16 jaar. Ik ben animator in het buurthuis in Rijsbroek. Ik ben een sportieve meisje en een vrolijke meisje. Ik ben animator geworden omdat ik heel graag vind om met kinderen om te gaan en te spelen. En waarom? Want ik krijg herinneringen van vroeger, van toen ik nog een kind was zoals hun. En wat ik ook leuk vind, dat is, want als je bij kinderen werkt, kan je kinderachtig zijn, leuke dingen zot zijn. Maar als je bijvoorbeeld voor volwassenen moet zorgen, dan moet je echt zo serieus blijven. Wat ik het minst leuk vind aan animator zijn, is wanneer je streng moet zijn. Want er zijn kinderen die gevoelig zijn en ze kunnen ervan huilen en dat vind ik niet leuk. Als animator heb ik wel eens fouten gemaakt. Toen ik iets tegen een kind zei dat iets niet goed deed, moest ik ermee lachen en de kinderen lachten er ook mee. Voor mij betekent respect me behandelen zoals ik ben. En hoe krijg ik dat als ik de anderen ook respecteer zoals ze zijn? Als animator vind ik het belangrijk dat ik me aan elk kind moet aanpassen. Bijvoorbeeld als kinderen zich buitengesloten voelen, ze weer samen in de groep samenbrengen. Wat ik ook belangrijk vind, dat je de kinderen, hun levensomgeving en hoe ze leven ook kunt meegaan. En dat je hun begrijpt en dat je ook hun mening beluistert. Want er zijn dingen die heel belangrijk zijn, dat ze je kunnen helpen. Mijn ervaring met die kinderen ben ik als moeder voor hun. Ze noemen me de mama van de groep. Want ze vertrouwen mij en ik vertrouw hun. We vertellen geheimen. En hoe meer ik naar hun luister en met hun praat, hoe meer ik zo ideeën krijg en respect krijg. Ik zie me als voorbeeld voor de kinderen. Wat ik hen leer, is om hulpzaam te zijn, respectvol. Bijvoorbeeld, zelfs als de kinderen hun type niet vrienden zijn, doe ik met die persoon gaan praten en niet buitensluiten. De andere jongeren kunnen ook animators worden, want ze hebben andere karakters. En met die karakters kunnen we ook andere ideetjes en een verschil maken, want verschillende karakters is goed. Want er zijn veel jongeren die zeuren om te zeggen van ja, kijk, de kleintjes van onze buurt zijn niet zo respectvol of ze gedragen zich niet goed. En ze kunnen animator komen om die kinderen te leren respectvol omgaan met volwassenen en anderen van hun buurt.